Hallo, dag Jorn. Welkom bij de videocall. Dag Lisbeth. Bedankt om tijd vrij te maken voor mij. Nu, ik vind het heel interessant de carrière die jij hebt afgelegd. Vroeger als topsporter en dan nu volop ondernemer. Klopt. Hoe heb jij dat zelf ervaren, die overstap van topsporter naar ondernemerschap? Er is een tussenstap geweest. Ja. Ik ben in 2014 moeten stoppen met basketbal. Dus dan ben ik in loondienst gegaan, gaan werken voor een uitzendkantoor. Okay, maar dat stond te ver van hetgeen wat ik als basketter altijd heb gehad. Dus ik dacht, laten we zelfstandig worden. Ik had het gevoel dat ik daar meer mijn ding zou vinden. En achteraf blijkt dat ook. Vandaar de beslissing dan. En dat is eigenlijk één groot punt voor mij. Dat ik heb gemist toen ik nog in loondienst was. En dat is eigenlijk elke dag de ups en downs. Ah ja. In de basketbal hadden we dat ook. Ja. Je stond op je eigen altijd. Maar gaf een keer een goede match, een keer slechte training, slechte match. Ja, natuurlijk. En ik was ook gewoon om er altijd dan weer positief naar te kijken en weer opnieuw voor te gaan, harder te trainen en wat dan ook. En in loondienst merk ik wat ik dan minder aan bod kwam. En als zelfstandige nu merk ik dat mijn hoes op, dankzij de corona zeker en vast, dat er wel wat ups en downs zijn. Maar dat geeft me energie. Om er altijd weer in te gaan. Ja. En dan heb je dus de stap gezet naar ondernemer. En ja, wat heb je dan in het begin gedaan? Of had je al direct een plan voor ogen, een strategie? Of wist je direct heel duidelijk van, oké, dit wil ik gaan doen? Hoe is dat gegaan? Ja. De mensen die mij kennen, die weten dat ik heel veel ideeën en heel creatief ben. Er volgt niet altijd direct een plan. En dat was ook niet zo het geval tot ik mijn vennoot op vandaag leren kennen heb. Die was wel heel planmatig, dus dat kwam goed. Dat was heel moeilijk. Vandaag werken we nog altijd gelukkig samen, dus dat is goed geweest. We zijn dan eigenlijk in 2017 zijn we beginnen programmeren aan onze eigen software. Ja. Voor een recrutering actief te zijn. Dat kwam uit een aantal frustraties. En op vandaag is zich dat dus geuit, het feit dat hoe steeds bestaat. Ja. En dat we eigenlijk twee softwarepakketten hebben die up and running zijn. Ik ga beginnen met het eerste, dat is eigenlijk onze MSP-software. Dat is de gemakkelijkste. Managed Service Providers. Iedereen in recrutering kent dat wel, normaal gezien. Ja, ja. Dat is voor bedrijven die op vandaag beroep doen op externe kantoren, op externe partners voor recruteren. Mm-hmm. En we merken eigenlijk van, ja, daar bestaan weinig onafhankelijke partners. En heel veel bedrijven werken nog via mail, met Excel-lijstjes, om feedback te geven. Ik zou dat ook nog moeten doen. Ja. Dat was gewoon enorm frustrerend en niet efficiënt. En daarom zijn wij beginnen ontwikkelen met een cloud-oplossing, cloud-software, waarin dat je eigenlijk al die stappen dat ik daarnet zei, dat je alles online kan gaan beheren. Okay. Je kan werken met video's, je kan gemakkelijk communiceren met je partners, je kan de instroom bekijken, je kan rapportering krijgen, feedback geven is gemakkelijk, je kan chatten met elkaar. Okay, dus heel wat leuke features. Ja. Ja. Maar dat zorgt ervoor dat als je als HR-manager gewoon werkt met heel wat kantoren of partners en je hebt nog zo geen systeem, met dat systeem bespaar je gewoon veel tijd. Alles is gecentraliseerd. Ja, voilà. Mooi overzicht. Dus dat is één. Ik denk dat dat heel duidelijk is. Ja, mooi. Voor mensen die dit eventueel bekijken en bezig zijn en recruteren. Ja. Het andere softwarepakket die we aanbieden is eigenlijk een platform. Het is een employer branding platform. Mm-hmm. En wij hebben dat dus ook operationeel op vandaag. En dat kwam eigenlijk uit ook een aantal frustraties. Als recruiter zijnde in mijn vorige ervaring. Ja. Dat enerzijds wij vaak te laat beginnen met recruteren. Business komt naar ons. We zoeken iemand, want Anja is vertrokken. Korte termijn oplossing. Ja. Ja. Voilà. Plus die vacature teksten. Ik zelf ben een videofan. Ja. Vandaar dat ik dit idee ook leuk vind. Dus wij dachten, wij gaan dat in een platform gaan gieten. En dat is op vandaag dus onze employer branding platform geweest. En het werd heel simpel. Je kan er geen vacatures op terugvinden, zoals op een jobpad, Stepstone of wat dan ook. Wat je wel kan terugvinden, is video's van werkgevers, van bedrijven. Authentieke video's. Ja. Je kan een profiel aanmaken als werkgever en je laat daar jouw video op. En je geeft aan welke mensen je graag interesse zou hebben. Oké. Ja. Niet meer dan dat. Het is een beetje een soort matching service. Oké. En aan de andere kant hebben we eigenlijk, we hebben dat nu de laatste 6 maanden mooi kunnen zien, hebben we registraties van werkzoekenden. Ja. Uiteraard. Ja. Mensen die een job zoeken,
En dan kan je dat via LinkedIn doen ook vandaag, via Indeed en Jobhat, daar gaan er ook heel wat vacatures bekijken. Bij ons niet. Bij ons is het simpeler dan dat. Je vult eigenlijk een aantal criteria in en dan krijg je op basis van die criteria krijg je die video's te zien van werkgevers die passen bij jou. En dan kan jij kiezen van oké, ik kies die en die werkgever, lijkt me interessant. En zo leggen wij verbinding tussen beide partijen. Dat heeft daar nu wel wat marktanalyses over gedaan. En voor de werkzoekende heeft dat een aantal voordelen. 1. Die video zegt veel meer dan de vacature. Ja. Voilà. 2. Het gaat veel sneller, want je hoeft niet na te denken van gaat dat iets voor mij zijn of niet, die vacature. Daar zitten we zelf nog niet. Ja. Het gaat puur, vind je dat een leuk bedrijf of niet? Ja, puur echt over de match op vlak van cultuur en waarden. Ja, want voor mij is dat veel belangrijker. Je moet nooit de perfecte job hebben in een omgeving die je niet ligt, daar houd je niet van. Nee, dat is zo. Dus we hebben ongeveer 800-tal registraties ontvangen op vandaag. Waar we heel blij mee zijn. Op een half jaar tijd dan? Ja, op een half jaar tijd. We hebben eventjes moeten stoppen tussendoor met corona. En dan hebben we al besloten om daar even stop te zetten. Ja, maar dat is een mooi aantal, ja. Ja, nu, het is natuurlijk gemaakt voor werkgevers. En dat is puur omdat wij vonden van, ja, ik zie zoveel leuke bedrijfsvideo's verschijnen. Er zijn zoveel leuke kantoren die video's maken. Verzamelt die dan ook op één platform. Dus we dat bijna een stukje aanbieden. Maar als recruiter, een tweede ding dat ik vooral merkte was, ik kreeg sollicitaties binnen op functies en na het gesprek met die kandidaat of na het lezen van het cv dacht ik, ja, eigenlijk pas je veel beter bij een andere functie. Ja, ja. Dat is bij ons het principe. Jij gaat zelf jobs gaan voorstellen. Dus jij gaat jobs gaan voorstellen die misschien verrassend gaan zijn voor die werkzoekenden. Want mensen, en zeker Belgen, die blijven nogal graag binnen de comfortzone. En als ze iets zien dat er niet aanstaat in de vacature, dan solliciteren ze niet. Ja, ja. En dat is super jammer, want jij krijgt die dan ook niet. Je hebt die match daar. Ja, ja, ze kijken vaak echt heel gericht naar bepaalde aspecten. Ja. Ja. En dat krijgen wij via onze tool, via die employer branding. Omdat er nog een tussenstap aan zit. Hè? Dat het gaat om, wat is die cultuur? Hoe ziet dat eruit? Past het al bij jou? Ja, dan krijg je wel een heel andere insteek. Ja. En een derde wat wij belangrijk vinden, bij ons is het niet zo interessant om voor 1 maand een account te maken. Okay. Want de kans dat die persoon zich gaat registreren die jij zoekt, is misschien klein. Ja. Maar wat wij vooral op willen mikken is, pak een jaarabonnement. Ja. Omdat recrutering is niet iets wat je opeens moet doen. Als recruiter is dat iets wat je elk jaar dag in dag uit aan het doen bent. Een netwerk via ons platform kan je dat heel gemakkelijk gaan doen. Je hebt mensen die interesse hebben in jouw bedrijf. Die hebben bepaalde competenties, ervaringen. Ga daarmee in gesprek. Leer elkaar kennen. Ja. Dat is voor ons moderne recrutering. Ja, ja. De match van cultuur. De match tussen bedrijf en persoon. En de lange termijn visie inderdaad. Voilà. Het contact leggen, het aanleggen van een talentpool. Ja, en zeker het introduceren van die video is heel belangrijk. Ja. Dat is zo'n krachtige tool. En die video's, dus die zijn er natuurlijk van de bedrijven. En kandidaten kunnen zelf ook een video posten over zichzelf, hè? Ja, klopt. De feature die bij ons is ingebouwd, als jij dat doet als werkzoekende en je laat een video van jezelf, dan het bedrijf gaat altijd als eerste die video zien. Werkgever aan de andere kant. En dan pas daarna het cv. In het kader van jobcrafting gaat er wel een belangrijke worden. Ja. Kijk iets meer naar de mens en dan pas naar hetgeen wat hij of zij al gedaan heeft. Ja, mensen die geïnteresseerd zijn, hoe vinden zij u terug? Website? Of kunnen zij u persoonlijk contacteren? Of hoe is dat best? Wel, via de website kan je sowieso www.hoezup.be. Maar de mensen die mij kennen, ik ben redelijk actief op LinkedIn ook. Ja, heb ik gemerkt. Het is een heel gemakkelijk kanaal om ook gewoon contact met mij te leggen. Het hoeft niet altijd mijn specifieke vraag te zijn. Ik vind het altijd leuk om nieuwe mensen te leren kennen. Als er vraagstukken zijn, dan help ik daar graag mee. En dan zien we of dat wel iets voor elkaar kunnen betekenen.